Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht. Even wat informatie over de werkwijze vanaf dit moment. Zoals ik het nu ga doen. Ik heb besloten dat ik alle readingen die in de webshop staan, extended en karmische stukken, innerlijke reis, power healingen, die ga ik openbaar zetten op YouTube. Waarom? Omdat dat voor mij een druk oplegt. Dit leg ik natuurlijk zelf op, maar dat... zo wil ik niet meer werken. Want ik wil dat dus eigenlijk voor iedereen zichtbaar maken. En waarom? Omdat heel veel mensen nu geholpen moeten worden. En als dat dan bijdraagt. En ik vind het zonde om die video's verloren te laten gaan. Dus vandaar dat ik ze ook gewoon neerzet. Er zijn nog wat horoscoopreadingen van vorig jaar. De energie is cyclus, gaat via een cyclus, dus dat komt ook weer terug. En misschien moet je dan even kijken naar de horoscoopreadingen van augustus vorig jaar. Daar ga ik dus wel de extendeds van openbaar zetten, dus misschien heb je daar iets aan. Kijk dan eventjes in de playlist van horoscoop. Ik dacht dat die openbaar stond, dat zal ik hem zo nog openbaar zetten. Wil ik dan even als eerste doorgeven. Dus ik ga gewoon nu de reading blijven doen. Maar er gaan Engelstalige video's ook bij komen. Want dat vind ik leuk om te doen. Dan werd ik een paar maanden terug. Kreeg ik van Spirit door van je moet Engelstalige video's gaan opnemen. Toen had ik zoiets van oké. Dat is nog niet, voel nog niet zoals ik dat moet, dat ik dat nu moet doen. Maar daar heb ik laatst wel een video gemaakt voor iemand. Om als dankjewel voor een healing wat ik van die persoon gekregen had. Want ik vroeg, kan ik wat voor je terug doen? Nou zei hij, als je een reading voor me wilt maken, nou prima, doe ik dat. En ja goed, dat was dan goed ontvangen. En het is natuurlijk om in Engels weer een beetje de flow erin te krijgen. Maar er blijven gewoon Nederlandstalige video's komen en Engelstalige. Dus dat zet ik op één kanaal. Ik ga niet nog eens zoeken van nog een weer een kanaal opstarten. Daar heb ik ook allemaal geen zin in. Dus gewoon alles op één kanaal. Dan heb je geluk. Als je goed Engels spreekt, kun je daar naar luisteren. Want dan gebruik ik andere kaarten. Dat zal ik dan wel in de gaten houden. Dus krijg je ook andere informatie. En misschien heb je dan een heel compleet beeld. Heb je dan nog informatie nodig over je eigen situatie? Dan ben je natuurlijk vrij om een consult te boeken. Dat zou heel fijn zijn, want ik moet mijn rekeningen ook betalen natuurlijk. Ik heb het gevoel dat het universum daarvoor zorgt. Want ik ga nu weer werken vanuit mijn hart. Wat voor mij goed voelt. En niet meer een druk mezelf opleggen natuurlijk. Van ja, ik moet nu zoveel readingen wel maken, want dat moet in de webshop. Nee, daar heb ik geen zin meer in. Klaar met die handel. Dus nu ga ik gewoon alle readingen op YouTube zetten. Als ik voel dat ik iets moet maken, als de energie daarna is, dan gaat dat ook gebeuren. Ik weet nog niet of ik daar iets standaards in zet. Dat was wel mijn bedoeling, maar ook daar ga ik me niet vastleggen op. Ik wil gewoon vrij werken. Want ik ben dit kanaal eigenlijk gestart als omdat ik graag vrijwilligerswerk wilde doen. Ooit, jaren terug. Toen hebben we me aangemeld ergens. En toen bleek dan dat je daar in diensten moest werken, in ploegendienst. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, is het dat. Vastleggen aan iets. Ik wilde het gewoon vanuit mijn goed hart, wilde ik dat doen. Wil ik het geven aan mensen die in ons spies liggen. Massages geven van handen, voeten. Omdat dat ook mijn vak is, pedicure. Dus ik had gedacht, weet je, is hier bij mij tegenover. Ik hoef maar de weg over. Ik neem wat massageolie mee, ik ga die mensen helpen. Nee, werd niet op prijs gesteld. Nou prima, dan niet, hè? Laat je het maar. Zo ben ik dan ook weer. Maar ik kreeg een heel riedeltje van, ja nee, je moet daaraan voldoen. Dat kan best zijn en dat is ook fijn als mensen daarvoor kiezen. Maar dat werkt dan voor mij niet. Omdat ik een bedrijf heb en ik kan me niet in dingen splitsen om daar ook mijn werk. En zeker niet met dienst te draaien. Dat is voor mij niks. Dus ik moet mijn eigen ding doen. Ik ben al 25 jaar, heb ik een eigen zaak. Dus mij moet je gewoon met rust laten wat dat betreft. En mijn eigen ding laten doen. Dan komt dat helemaal goed. Dus zodoende werd er gezegd. Toen zei ik aan mijn gids, oké, en nu dan? Want ik wil toch iets doen. Wat moet ik dan nu? Want daar willen ze het niet. Prima, als ze het niet willen is ook goed. Maar toen werd er gezegd, wat vind je het leukst om te doen? Ik zeg, ja, readingen maken. Waarom ga je dat dan niet doen? Een kanaal beginnen, een YouTube kanaal. Oké, prima. Was ook nog eventjes een dingetje. Maar goed, daarom ben ik dit kanaal gestart. En ik ga terug naar de basis, terug naar mijn hart luisteren. En dat doen waar ik me goed bij voel. En dat is niet iets in een webshop zetten. Je kunt natuurlijk een privé consult boeken. Dat is allemaal prima. Dat vind ik ook heel leuk. Vind ik ook fijn om te doen. Healingen geven, dat gaat allemaal gepaard.
Ik twijfel nog erover om Zoom-sessies te doen. Nou, twijfelen niet. Ik wil ze wel doen, maar daar moet ik nog even over nadenken. Hoe, wat. En ik ga Engelstalige readingen aanbieden via Etsy. Dus ook niet via mijn webshop. Want dan moet ik de hele website in het Engels vertalen. En daar heb ik echt geen zin in. Dat heeft me 3 maanden gekost om dat in het Duits te vertalen. Niet dat het Duits problematisch is. Maar dat was gewoon veel werk. En nee, dat zie ik niet zitten. Dus gewoon Etsy, hoppakee. Wil je een reading boeken? Kan dat. Heel makkelijk. Ik ga het nu makkelijk maken voor mezelf. Ik ga naar mijn hart luisteren. Ik ga het makkelijk maken. Datgene wat stromen mag, stroomt. Ik laat het dan in het universum over. Of dat Engelstalige gebeuren gaat stromen. Ik krijg het niet voor niets door. En wat er dan uitkomt, ga ik geen verwachting aan verbinden. Want ik laat het gewoon komen zoals het komt. En op dit ogenblik voel ik dat ik het zo moet gaan doen. En dat is waarom ik het dus even wil meedelen. En dan weten jullie in ieder geval als er dadelijk een hele upload komt van readingen die je denkt van, oh ja, dat zijn al oudere readings. Ik weet niet of volgens mij staat er datum erbij. Maar dat maakt ook niet uit. De energie die komt en gaat. Infinity teken. Dus waarschijnlijk zit je dan in een situatie en heb je daar iets aan. Dus bij deze. Dat wilde ik even mededelen. Heb je dus nu interesse in een persoonlijk consult? Dat kan via telefoon. In de praktijk. Of een YouTube reading. YouTube readingen zijn niet zo geschikt voor karmische stukken op te lossen. Familiekarma, dat gaat lastig. Telefonische consulten en consulten in de praktijk uiteraard wel. En als je alleen een healing wenst in de praktijk, ook dat kan. Dus daar mag je dan, kun je dus ook een consult voor boeken. Ik wil me een beetje meer gaan richten op dat light language. Of dat de bedoeling is dat ik dat moet gaan doen. Oké, dat heb ik ook afgegeven aan Spirit. En ze zoeken het maar uit waar ze me naartoe willen hebben. Daar zullen ze me wel naartoe leiden. Zover heb ik wel begrepen dat je dat helemaal niet kunt forceren. Dus die controle heb ik helemaal losgelaten. Ik zie het wel. En ja, wat voor me bestemd is, komt toch. Dus en daar zal ik naartoe geleid worden. En ik werk het liefste. Ja, wat ik zeg, gewoon voor mezelf, voor mijn eigen, wat ik voel dat goed is. Ik kan wel met 1 of 2 personen samenwerken, maar het liefste vind ik het gewoon mijn eigen keuzes maken. En tuurlijk heb je wel een iemand die, waar je dan toch nog een samenwerking mee aan kan gaan, of met een paar mensen, dat is allemaal prima, maar het moet wel goed voelen. En dat is op dit moment, heb ik zoiets van, nou ja, weet je, dit is mijn taak, dit is mijn stukje, ik ga dat alleen doen. En wat toegevoegd wordt, dat merk ik er vanzelf wel. Ik wens jullie een hele fijne dag. Ik ga afsluiten. En een heel fijn weekend. Ja, het is weekend 3:30. Goed, ik krijg dadelijk bezoek. Mijn dochter komt zo. Dus even die video uploaden. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. En misschien zie ik jullie snel in de praktijk. Of hoor ik jullie aan de telefoon. Dankjewel. Namaste.